Jamie, welkom. Dankjewel. We zitten in de open kaartzetting, maar we gaan het vandaag even iets anders doen. Want jij belde mij van de week met de vraag of je je verhaal mocht doen bij mij. We hebben van tevoren even kort over gehad. Je zei, ik ga eerlijk zijn, ik ga open zijn, je mag me alles vragen. Wat is je doel voornamelijk met dit interview? Toen ik jou eigenlijk belde, zat ik wel hoog in mijn stressmoment. Ja. En ik heb daar natuurlijk al langere tijd over nagedacht. Joh, is het goed om misschien wat meer duidelijkheid en openheid te geven over de situatie? In ieder geval wat genuanceerder, zoals die nu is. En dat heb ik altijd een beetje afgehouden, omdat ik dacht van, ja, wat gaat men er toch van vinden? En ze vinden overal wat van. Alleen nu op dit moment merk ik dat ik in een hoek word geplaatst waar ik absoluut niet in thuis hoor. En het voelt gewoon niet meer goed om mijn mond te houden. Dus ik ben eigenlijk, en er zo sta ik er nog steeds in, puur op mijn eigen gevoel aan het afgaan. Om dingen gewoon recht te zetten. Gewoon gerechtigheid. Voor mijn gevoel, het voelt gewoon heel oneerlijk. En het brengt ook heel veel negatieve, vooral reacties en meningen met zich mee. En ik zit hier ook niet om zieltjes te winnen, laat dat wel heel duidelijk zijn. Want als je mij gewoon persoon niet leuk vindt, prima. Ja. Maar de leugens, de valse opmerkingen en meningen die nu zijn geplaatst, die vind ik niet terecht door valse informatie dat eigenlijk wordt geschreven of wordt verteld. Ja. Door iedereen behalve door mijzelf. Allereerst, hoe gaat het vandaag de dag met je? We gaan zo meteen overal op inzoomen, ja. We gaan overal langslopen. Ja. Maar hoe gaat het met je? Goed, heel goed. Ik ben gelukkig. Werk gaat goed. Ik heb een heerlijk huis op Ibiza. Ik ben gelukkig nog veel aan het reizen. Met Leo gaat het heel goed. Dus wat dat betreft, als ik kijk naar hoe ik er een jaar geleden bij zat, heb ik onwijs progressie gemaakt. Ja. Het gaat goed. Mooi. Fijn. Goed om te horen. Ja. Zullen we gewoon heel eventjes gaan naar misschien het begin, waar dit alles misschien mee gestart is. Ik denk dat we het dan hebben over 5 jaar geleden. Ja, de relatie, Jansi. De relatie met Jorik. Hoe begon jullie relatie toenertijd? Die begon heel leuk. Mijn relatie was vanaf moment 1 heel avontuurlijk. Leuk, gezellig. Het kon allemaal niet op. In die zin van, wij waren gewoon wel op elkaar aangewezen. En dan word je verliefd. En dan maakten we eigenlijk al heel snel een stap om samen te gaan wonen. Althans, ik trok in. Dat was een hele gelukkige en leuke periode, het begin van de relatie. Ja. En wanneer waren die eerste momenten dat je dacht, ik voel me niet veilig Dat was tijdens kerst, de eerste kerst die wij samen vierden. Toen zag ik een andere kant die ik nog niet had gezien. Daar schrok ik toen heel erg van. Een vriendinnetje van mij was daarbij. Toen besloot ik meteen die avond van, joh, weet je wat, ik ga dit echt niet pikken van niemand niet. Ik ga met jou mee naar huis. En zij woonde bij ons op de hoek toen op de grachten. En toen kwam er natuurlijk al meteen een bericht van, oh, dit had echt nooit zo mogen gebeuren. En dat begon niet toen meteen met slaande ruzie, hoor. Maar het was wel een agressief moment, of het was een gooi, of in ieder geval een donkere kant die ik voorheen nog niet zo had gezien. Ja, en dan denk je, oké, deze jongen heeft spijt. Misschien een verkeerde dronk. Ja. Dus dan ga je gewoon terug. Ja. Dat was het eerste moment. En daarna heeft dat eigenlijk een beetje een soort van sneeuwbaleffect gehad van, er gebeurt weer iets. En dan, sneeuwbaleffect, meer een vicieuze cirkel van, ik doe iets, sorry, is geëscaleerd en weer terug. En voordat je het weet, zit je in een soort van, een toxic, een giftige relatie die niet gezond is voor beide partijen niet. Maar als je het weer zo noemt, ze zaten allebei in een giftige relatie die niet gezond was. Dan haal je bijna bij iemand de verantwoordelijkheid weg voor geweldpleging. Ja. Weet je, dat zijn twee verschillende dingen. Dat het een ongezonde situatie was, dat kijk ik nu achteraf op terug. Dat ik denk van, waarom ben ik daar zo lang in gebleven?
En daar heb ik natuurlijk al vaker over gesproken. Weet je, vrouwen die in een soortgelijke situatie hebben gezeten als ik of nog steeds, die begrijpen dat heel goed. Het is heel moeilijk om daaruit te breken. En ja, alle antwoorden heb ik er zeker niet op. Ik weet alleen dat ik heel blij ben dat ik eruit ben. En ik heb daarvoor veel moeten opgeven. Ik ben heel veel verloren. Ik bedoel, vergeet ik, ben mijn gezin wel kwijt. Dat had voor mij niet gehoeven. Dat is ook niet iets wat ik wilde. Ik wilde mijn gezin niet kwijt. Ik wilde mijn ex ook zeker niet kwijt. Ik wilde voor Leo een mooi warm huis. Maar ja, het was dweilen met de kraan open natuurlijk. En ja, op een gegeven moment, als je daardoor dan jezelf verliest. Dus hoe ik het nu zie, ik ben heel veel dingen verloren. Maar ik heb wel mezelf teruggevonden. En dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Ja. Weet je het eerste moment, of kan je dat eerste moment dat je zegt, dat moment met kerst, dat was verbaal, of dat was iets met een gooi, of dat, de eerste keer dat je een donkere kant zag. Mm-hmm. Kan je het eerste moment nog herinneren dat het fysiek werd? Het eerste moment, nee. Maar dat is kort daarop één. Eerste echte moment, nee. Ik weet in ieder geval vanaf dat moment dat hij die andere kant liet zien. Toen ging het vrij snel wel van kwaad tot erger. Ja. En ik kan denk ik echt niet op 2, misschien geen eens op 4 handen tellen hoe vaak bij mij thuis geweldpleging is geweest. Als ik erover na... Ja, dat is niet een eenmalig ding geweest. En eigenlijk iedereen wist het ook op een gegeven moment. Om mij heen, om ons heen. Wie is iedereen? Nou ja, mijn vrienden, maar ook zeker zijn vrienden. En dan hebben we het weer over het management toen de tijd. Ik heb zoveel... Ik bedoel, ik zat laatst... dat is eigenlijk alweer een tijd terug. Toen werd zijn bodyguard, die ging het online opnemen voor mijn ex. En ik werd, sorry voor mijn taalgebruik... kankerhoer online genoemd door hem. Of leugenachtige kankerhoer. En toen dacht ik van, het is heel grappig, want het Tomorrowland, een paar jaar terug, kreeg ik een volle klap in mijn gezicht. En toen stond de bodyguard in kwestie wel voor mij op. En die pakte Jorik daarvoor aan, wat natuurlijk weer tussen hele wrijving en commotie zorgde tussen die twee. Maar dan moet je dus beseffen dat al die mensen... Het was ook niet aan hun om te bepalen voor mij of ik moest blijven in zo'n situatie. Ik begrijp me niet verkeerd. Maar als je dan een keer ziet hoe mensen dan hun rug keren, terwijl iedereen een beetje het leed en verdriet heeft gezien. Dat was wel even heftig. En om even terug te komen, ja, wie heeft het allemaal gezien? Ja, op een gegeven moment wist iedereen dat. Je benoemde net dat zijn management was op de hoogte, de mensen met wie hij werkt, was op de hoogte van dit huiselijk geweld. Ja, 100.000%, ja. Zijn er momenten geweest waarin zijn team erbij was? Hebben zij gezien dat jij soms... Nee, dat niet. Alleen zij wisten natuurlijk wel. Ik bedoel, ik heb vaak genoeg met management aan de telefoon gezeten. Wij zijn natuurlijk vaker door dit soort stressmomenten gebrouilleerd. Of dat het niet meer ging. En dan ga je natuurlijk wel... Ik bedoel, ja, mijn ex in kwestie die luistert sowieso niet zo goed. Althans, misschien nu wel, weet ik niet. Maar toen de tijd niet. Dus dan ging ik uit onmacht. Ga je toch aan de bel trekken bij bepaalde mensen... niet alleen, ook bij zijn familie aan de bel getrokken. Maar ja, dan was altijd het antwoord, ja, goh, wat heftig, ja. Ik ga hem maar nu even niet bellen, want hij zit nu te boos en luistert hij toch niet. Het voelde altijd heel moeilijk om er wat aan te doen, want er werd door niemand aangepakt. En dan kan je weer heel makkelijk zeggen, ja, pak dan je spullen en ga weg. Ja, was het maar zo makkelijk, dan had ik dat wel eerder gedaan. Ja. Maar er waren genoeg mensen bij wie ik af en toe zei van, alsjeblieft, help mij. In die zin van, kunnen we er niet met z'n allen wat aan doen, want ik wilde niet per se... weg bij hem. Ik wilde dat hij beter zou worden en liever en bepaalde patronen zou doorbreken. Zodat wij wel gewoon een gezin konden zijn wat we denk ik het liefst beide wilden. Als je het hebt over die momenten dat, dat dit gebeurde, of dat hij snapte of dat er iets... kortsluiting, ik weet niet hoe je het wil noemen, maar dat op het moment dat hij fysiek werd of begon te schreeuwen. Waren er op die momenten bijvoorbeeld dan... drank of drugs in het spel? Ook, ja, zeker. Drank en drugs ook. En dat is ongetwijfeld een trigger. Maar ook zonder. En ik weet, en daar heb ik de antwoorden ook niet op... en misschien krijg ik die antwoorden nooit.
dat ik sowieso in het algemeen een trigger voor hem was. Zou je afvragen, ja, waarom? Als dat de vrouw is met wie je bent. Dat zouden we aan hem moeten vragen, dat weet ik niet. Maar dat werd op een gegeven moment wel duidelijk. Dat ik kon niet goed doen. Linksom, rechtsom, nuchter, niet nuchter, vrolijk, boos. Als hij besloten had, ja, daar wordt op afgebrand. En misschien is het... En ik ga nu iets zeggen en dat weet ik niet. Dus ik wil ook niet voor iemand iets invullen. Maar misschien heeft hij ook zijn bepaalde trauma's. En dat werd dan, denk ik, wel geprojecteerd op mij. Dus ik was de lul. Ik heb ook gezien dat andere mensen werden aangepakt op een minder leuke manier. Ook bij een vrienden waar die... Ja, ik heb zo'n relatie niet met mijn vrienden. Ik val mijn vrienden niet op die manier aan. Of, dus er zit zeker bij hem, en hopelijk, hè, heeft hij daar nu aan gewerkt, is hij daar voor zichzelf mee aan de slag gegaan. Maar er zat wel iets in het systeem wat niet helemaal klopte. Dat is één ding wat zeker is. Nee. Ben je veel gaan nadenken over, want ik kan me voorstellen dat dat misschien onbewust toch gebeurt. Ben je heel erg gaan nadenken over wat jouw aandeel hier soms in is geweest? Of over, ja, misschien zeg ik dat niet goed, maar ik bedoel, begrijp je wat ik bedoel in de zin, ja, van, wat denk je dat? Tuurlijk. Dat, wat, ja. Nou, je gaat, ja, over ruzies of, in hoeverre inderdaad, hoezo heb ik hem boos gemaakt? Had ik anders moeten handelen? En dat, ja, tuurlijk denk je daarover na. Heb ik ook over nagedacht. En het was zelfs zo maf dat ik vaak na zo'n ruzie, dat het zo was geëscaleerd dat ik vaak sorry zei. Waarom? Om het maar weer goed te hebben. Om het maar weer te lijmen. Om dan maar weer, en ik noem dat even, nee, ik zit niet aan de heroïne, begrijp me niet verkeerd. Nee. Maar dat moet een heroïneshot. Ja. Estelle zei dat altijd tegen mij. Ze wil dan zo graag weer die bevestiging hebben dat het goed is. En dan kon ik weer ademen, dan was het weer goed. Ja, stomme praatjes, maar we kunnen, ja, we zijn nu gewoon eerlijk. Als mijn ex vreemd ging, of wat had gedaan, en ik sprak hem daarop aan, dan werd hij boos op mij dat ik uiteindelijk sorry ging zeggen voor het vragen überhaupt van hem daarvan. Zo erg was ik in de war. Als ik er nu over terug, dan denk ik, hè? Ja. Dus dat heeft, het zijn allemaal niet per se dat we nu over het vreemdgaanpatroon moeten hebben, maar dat heeft allemaal met elkaar te maken met een soort van macht en de onmacht die ik zelf had. Was je bang? Ben je bang geweest voor hem? Nou ja, bang. Ja, in die zin van, ik heb nooit gedacht dat Jorik mij zou... Dat het een hele slechte afloop zou hebben. Maar ja, tuurlijk wel. Als jij slaande ruzies hebt. En het is er echt vaak heftig aan toegegaan. Ik bedoel, het auto-incident was helemaal niet leuk. En weet je, dan is het geen hoofd geweest. Maar ik kan je vertellen, als jij met je haar een auto aan wordt getrokken en je ligt op de grond. En ook al zou het mijn kleine pink zijn geweest, maar goed, ook is het je lichaam. En je partner probeert een deur dicht te rammen. En terwijl ik op de grond lig, hè, dat is ook pijnlijk. Dat doet ook pijn, dat is heel verdrietig. En je raakt in een soort van shock. Maar dat is misschien maar het topje van de ijsberg. Ik bedoel, als ik terugdenk over alle keren dat het echt fout is gegaan, dan, ja, het is bijna het stom als ik er zo over praat, maar dan is dit wel misschien wel het minst heftige geweest. Het incident met de oude, het incident, ja, op het filmpje. Ja, en ik snap dat. Ik denk, mensen weten natuurlijk ook niet. En dat was misschien ook niet nodig geweest, hè. Maar omdat ik hier vandaag zit met mijn redenen, is het dus blijkbaar wel nodig om te melden dat ik heb niet dit gedaan om te denken van, hey, ik ga naar één eenmalig incident van geweld, ga ik nu dit even naar buiten gooien. En dan heb ik van de een op de andere dag heb ik besloten dat ik dat maar even naar een juicekanaal ga sturen. We hebben het over jarenlang stressmomenten en verdriet gehad. Je benoemde net het geweld, het fysieke geweld, of de agressieve uitbarstingen waren niet alleen naar mij. Was dat dan ook naar mensen om jullie heen? Mensen in jouw omgeving? Zeker, zeker. Ja hoor, als mensen het voor mij opnamen in situaties, en die waren er vaak bij, want wij leefden een heel sociaal leven. Er waren altijd vrienden over de vloer. Mijn vrienden, zijn vrienden. En als daar werd, als er werd ingegrepen door derden, dan werd dat niet geaccepteerd. En ik bedoel, nou ja, mijn beste vriendje Koen, die is daar natuurlijk vaak letterlijk en vroeg de lul geweest. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Wij waren op Ibiza en
we gingen naar huis. En ik was met Hella Huizinga. Zij ging onze bruiloft plannen. En ik was met Koen. En we hadden Jorik opgehaald. En die, ik weet niet wat hij op had. Hij zat in ieder geval niet lekker in zijn energie. En dat werd heel duidelijk op mij geprojecteerd. En terwijl we in de auto waren, begon hij al agressief te doen. Dat ik op een gegeven moment zei, weet je, ik kan jou uit schaamte, want er zaten mijn vriend van mij in huis. En kijk, het werd op een gegeven moment zo normaal voor mij en voor de mensen om ons heen. Oh, weet je, ze hebben ruzie of er wordt op die manier met elkaar omgegaan. Maar dat is natuurlijk niet normaal. En ik besefte wel dat als ik dit nu meeneem naar dat huis van die vriend van mij, ik kan het helemaal niet verklaren. Die denkt echt, wat is dit voor een asociale bende? Dus ook vanuit schaamte en om dat te voorkomen, zei ik, joh, weet je, we gaan jou even ergens anders afzetten, want dit kan nu niet. En dat vond meneer natuurlijk niet leuk. Dus op het moment dat we aankwamen bij die andere vrienden van ons, en ik zei van, joh, kan Jorik alsjeblieft bij jullie vanavond zijn? Want toen viel hij mij zeker aan en Koen kwam voor mij op. En Koen kreeg toen een volle spetter. Nou ja, het was voor mij overal geweest. Koen mist een stukje van zijn tand, hij had een blauw oog. Dat ga je op dat moment, hebben we dat natuurlijk, zelfs lieve Koentje nog, dat hij dat zelfs op die manier toen niet echt op bijna het smeken van mij aan, alsjeblieft, zeg hier niks over, zeg maar dat het verkeerd fillertje is geweest wat je onder je ogen hebt geprikt. Maar van dat soort momenten heb ik er nog wel meer. Vind je het niet op het moment dat je zelf in deze situatie zat, of dat het bij jou gebeurt, maar op het moment dat je ziet dat het ook je omgeving begint. Ja, dat is heel. Dat is. Nu voel ik me een beetje schuldig erover, Koen. Omdat is nog moeilijker. Want kijk, het is mijn keuze om dan te zeggen van, ik accepteer dit, ik sta er toe. En om dan te zien, ja, Koen was er natuurlijk even helemaal klaar mee, ook met mij. Die zei van, godverdomme, ik moet het nog gaan opnemen voor iemand. Ja, het valt bijna ook niet meer te verklaren, weet je wel. Dus dat was moeilijk voor mijn vrienden om me heen, voor mij. En ik denk dat ik dat nog lastiger vond. Om te zien hoe er dan werd gedaan aan vrienden, maar dan voor mijzelf. Want ja, dat kon ik aan mezelf verklaren. Maar om ook nog eens dat te vragen van mijn vrienden, dat is moeilijk, ja. Wat zeiden jouw vrienden? Want wat je zelf zegt, je hebt een heel sociaal leven. Mensen waren er vaak bij. Ja. Wat zeiden die mensen om jou heen elke keer als dit gebeurde? Ja, waar ben je nou mee bezig? Ga weg. Koen heeft vaak tegen mij gezegd, het gaat een keertje verkeerd aflopen. Dus ga weg. Ik denk dat er niemand is geweest in mijn omgeving die zei, joh, blijf lekker zitten. Van mijn ouders niet, tot aan mijn vrienden niet. Alleen ik moest dat. Ik kon dat alleen zelf doen. Ja. En daar heb ik helaas iets langer over gedaan dan nodig was, denk ik, achteraf. Maar ja, dat zou ook voor iets goed zijn geweest, weet je. Een hele harde levensles, denk ik. Waarvoor het allemaal goed is geweest, weet ik nog steeds niet. Maar misschien behoedt het me voor iets. Ja. Groter in de toekomst, I don't know. Is er een angst geweest qua, als ik nu wegga, financieel, qua huis, heeft dat een rol gespeeld? Nou ja, kijk, en dat is ook een van de misvattingen, denk ik, wat overal nu wordt geschreven en wat wordt gedacht. Ik was wel afhankelijk van mijn ex. Ik bedoel, als jij als vrouw zijnde, en nogmaals, ik ben er zelf allemaal bij geweest. Maar niet alles is zwart op wit. Ik werd vanaf eigenlijk moment 1, je trekt ergens in. En ik kon daarnaast wel een beetje leuke dingetjes doen. Maar het was voor Jorik altijd meteen duidelijk van, weet je, ja, je hoeft niet te werken. Je wordt een huisvrouw, we genieten ervan. En zo vul je dat elkaar aan, dat heb ik je toen tegen ook gezegd. We hadden best wel een soort van traditioneel oldschool ding. Mm-hmm. Maar ja, aan de andere kant, en dat zie je pas later in, ik mocht hem bijvoorbeeld niet inschrijven op mijn huisadres. Hoe bedoel je dat? Nou ja, als je ergens ingeschreven staat, dan komt jouw post daar en dan woon jij daar voor gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Ik mocht mij niet inschrijven bij op het huis wat wij wel hadden gecreëerd als het familiehuis. Dat heeft hij nadrukkelijk gezegd, je mag hier niet op inschrijven. Nee, dat werd gewoon niet gedaan. Dat werd niet gedaan. Werd niet ingeschreven. Achteraf, ook al hadden die papieren thuis,
Ja, is dat misschien allemaal geweest van, joh, want als ik haar nu op straat wil zetten, dan staat ze op straat. En ik kan je één ding vertellen, als er, ik ga niet zeggen iedere week, maar er werd heel vaak gedreigd, pak je spullen maar en ga weg. Kijk, is dat alleen, is dat nog niet zo erg, pak je spullen maar en ga weg, want ik heb veel vrienden, dan ga je ergens heen. Maar het is natuurlijk eigenlijk te triest voor woorden. Dat, weet je, moest ik weer mijn moeder huilen bellen of Wim of... En op een gegeven moment, als je dan met een baby, met een klein ventje, iedere keer pak je spullen en ga weg. Tuurlijk brengt dat onrust met zich mee. Tuurlijk wil je zekerheid hebben. En het heeft helemaal niks te maken met dat ik met een gevulde tas weg wilde gaan. Maar het idee dat je dus van de een op de andere dag op straat komt te staan, wat super veel onrust met zich meebrengt en ook nog eens met het verdriet erbij. Ja, dat werkt alleen maar stress aan. Ja. Dus iedere keer als ik dat dan zei, ja, wordt er dan voor mij gezorgd? Zorg je dan voor Leo? Wordt er wat geregeld? Nee, ga terug naar je ouders. Maar hè? Je bent een volwassen vrouw. Je hebt 4 jaar, 5 jaar van je leven gegeven. Iemand heeft je volledig eigenlijk, nou ja, geïsoleerd wil ik het niet zeggen, maar wel ontnomen dat ik ondertussen wat voor mezelf had opgebouwd. Die dropt jou even en zoek het uit. Dus ik heb toen ook gezegd tegen Jorik, ja, regel een huis. Zorg dat ik met Leo ergens terecht kan. Nou, ik kan je wel vertellen, ik ben uiteindelijk zonder iets, zonder dat er iets werd geregeld van een andere partij, weggegaan. Dat ze ook vervolgens niet meer aangeboden en heb ik vervolgens ook niet meer om gevraagd. Ik heb zelfs afstand gedaan van de kinderalimentatie, want dat werd niet vanuit zichzelf gegeven. Dat moest ik ook nog eens aangevechten. Dus iedere keer maar te horen, ja, Goldie, je was er voor het geld. Hè, welk geld? Ik vraag het op de dag van vandaag niks. En ik wil het ook niet vragen. Maar mensen vergeten volgens mij dat het helemaal niet te raar zou zijn als een man of een vrouw, hè, die het goed heeft, dat als een relatie niet meer werkt en er is een kindje in het spel, dat je elkaar even helpt. In ieder geval om iets op te bouwen. Ik heb echt een jaar lang heb ik alles in mijn eentje moeten doen. En met alle liefde, hè, voor mezelf, voor mijn zoon. Maar er werd nog geen bedje werd er nog geleverd bij mijn huisadres voor Leo bijvoorbeeld. Dus ik vind het ook altijd heel vervelend om te horen van, weet ik veel, vieze geldhoer en je zal het hiervoor wel doen. Nee. En daar hoef ik ook geen applaus voor. Maar ik hoef niet ook de hele tijd weer nagetrapt te worden voor een situatie die gewoon niet zo is. Nee. Want van vandaag de dag, we komen er straks ook nog wat uitgebreider bij. Vandaag de dag is het, doe jij nog steeds gewoon alles alleen. Financieel. Ja, ja, ik heb een nanny. Ja, ik bedoel maar meer te zien qua financieel gezien. Al het geld voor Leo, dat is allemaal... Allemaal van mij. Ja. Ja. Ik wil eigenlijk even met je gaan naar het moment in Ibiza. Ik denk dat dat voor het publiek misschien het eerste moment is geweest waarin wij als Nederlanders, als publiek zagen, ja, dat er iets niet klopte, dat er iets niet goed ging. Mm-hmm. Zeg ik dat juist? Ja, ja, zeker. Dat het aan het licht kwam, zeg maar. Ja. Ja. Wat is er die avond gebeurd? Wij kregen ruzie om natuurlijk weer iets heel onbenulligs. Ik zou het geen eens meer weten wat het was. Dit is de avond geweest in het Oku Hotel. Ja. In Ibiza, de opening. Ja. Ja, wij kregen ruzie. En dat ging natuurlijk gewoon nergens over. En ja, dan... Hij kon zich niet meer beheersen. En wij kregen ruzie. En ik werd op dat moment de hotelkamer heen gesleurd. Waardoor ik natuurlijk geluid maakte. Maar het hele hotel zat vol met Nederlands, was de opening. Ja. En toevallig de kamer naast ons werd bezet door twee vrouwen die kennen daarna. Wat ouder, niet van... Maar goed, die kennen mijn ouders ook. Dus die kwam op een gegeven moment kloppen op de deur. En die zei van, Jorik, stop. Ja, alles schaamt natuurlijk voorbij. Je schaamt je ook, weet je. Ik bedoel, je wilt helemaal niet... Dat is nog zo lastig. Je wilt liever bergen. Het voelt zo... Het is zo gênant eigenlijk. Toen heb ik... volgens mij was zelfs mijn top kapot getrokken. In ieder geval, ik ben de gang op gegaan en ik ben naar de receptie gelopen. Want hij had mijn telefoon ook kapot gegooid. En waardoor er een noodsignaal af is gegaan, wat ik niet zelf had ingedrukt, maar naar al mijn vrienden. Dus ondertussen, terwijl ik helemaal soort van in shock naar de receptie loop of er een taxi besteld kan worden, is er een taxi besteld. Ik ben toen naar politie gegaan. Want op dat moment had hij jou
geslagen? Wat is er gebeurd op dat moment? Ja, geslagen, geduwd, getrokken, haren. Dat was er volledig geëscaleerd. En had je op dat moment zichtbaar voor de hotelreceptie iets lichamelijks? Nee, volgens mij werd gezegd dat ik met een bebloed hoofd... Nee, ik had geen bebloed hoofd, maar je kon wel duidelijk zien dat ik had liggen rollenbollen en dan niet op een leuke manier. Nee. En de hotelkamer was ook één grote mes. Het was glas gebroken. En volgens mij had ik scherf in mijn voet. Dus dat zou ongetwijfeld iets van een spoor hebben achtergelaten. Ja, maar ik zag er in ieder geval niet oké uit. Dat kon iedereen denk ik wel zien. Dus ik denk dat daarvan is gemaakt van. Maar dat verhaal klopt gewoon allemaal. En ik ben toen naar Guardia Civil gegaan. Ondertussen, wat ik niet wist, is dus dat heel veel mensen in mijn lijst een soort van noodsignaal kregen dat ik in de problemen was. Dus iedereen kwam er toen al een beetje achter van, oké, er gaat iets niet goed. Vrienden van mij zijn toen naar het politiebureau gekomen. Nou ja, Jorik is toen aangehouden daar in het hotel. Die is toen meegenomen. Diezelfde nacht? Ja. En kijk, in Spanje weegt sowieso geweldpleging tegen een vrouw veel zwaarder dan in Nederland. Daar accepteren ze dat gewoon niet. Geweldpleging sowieso niet, maar man tegen vrouw geweldpleging, dat is gewoon not done, zoals het eigenlijk gewoon hoort. Ja. Maar ik wist toen ook wel wat voor consequenties het zou hebben. En het was, ja, doordat er natuurlijk veel Nederlanders waren, en het was natuurlijk meteen out in the open, gekomen dat er wat was gebeurd. En ik weet nog dat ik toen, 2 dagen daarna of zo, zat ik bij Estelle en er waren vrienden van beide kanten. En ja, het is toch de vader van je kind. Trek die aanklacht nou in. Je houdt toch van hem. Je weet, als je dit doet, is er echt geen weg terug meer. En toen was ik nog helemaal niet zo... Maar wie zeggen dat op dat moment dan tegen jou? Ja, vrienden van beide kanten. Ook wel misschien om te laten beseffen. Ik denk niet per se dat iedereen het altijd slecht bedoelde. Ik denk alleen ook heel erg dat ze aan mij natuurlijk altijd zagen van... Ja, dat ik het liefst wel met hem wilde zijn. Alleen, ja, het ging natuurlijk niet, hè. Begrijp me niet verkeerd. Nee. Alleen, er werd wel gezegd, als je dit nu doet, is er echt geen weg terug meer. Nou ja, ik heb die aanklacht ingetrokken. Ik heb toen gezegd dat er natuurlijk geen geweld is op dat eerste filmpje wat toen naar buiten is gebracht. Ja, één grote façade. Natuurlijk bullshit, het hele filmpje. Achteraf heb ik daar spijt van. Ja, het had zo moeten gaan zoals het is gegaan, denk ik. Wie vraagt jou om zo'n filmpje op te nemen? Wie zijn idee is dat? Ja, management Jorik. Omdat de onduidelijkheid. Hè, wat is er nou precies gebeurd? En waarom heeft ze dan de aangifte gedaan? En ik weet nog dat er echt letterlijk aan mij werd gevraagd van... Ik wil dat je zegt, hij heeft me niet geslagen. Alleen je moet begrijpen dat de mensen die dus wel weten al jarenlang wat er gebeurde en hoe het is gegaan. Ook de mensen die dit van je vragen? Ook, maar voornamelijk ja, de mensen om wie ik op dat moment wat gaf. Dus gewoon echt mijn vrienden, weet je wel. Die eindelijk dachten, hey, James staat voor zichzelf op. Die zagen mij eigenlijk gewoon weer de hand boven iemands hoofd houden. Van die dachten van, nou, deze vrouw moet echt wel... Je bent echt goed op je achterhoofd gevallen, James. Letterlijk en figuurlijk. Dus dat was heel moeilijk voor mij. En ik heb dat toen alsnog wel gedaan. Op mijn manier toen samen met hem dat filmpje opgenomen. Ik weet niet of dat toen heel geloofwaardig overkwam. Voor de een wel, voor de ander niet. Maar het was in ieder geval goed genoeg zodat het een beetje overwaaide. Ik heb alleen wel toen aan mezelf beloofd en gezegd... dit is de allerlaatste keer dat er op die manier dat ik word aangeraakt... wordt gedisrespecteerd of niet wordt gerespecteerd. Dat heb ik aan mezelf beloofd. En eigenlijk, ik kan nou niet zeggen dat we daar in de tussentijd geen ruzies hadden. Ik heb natuurlijk toen ook even afstand genomen. Ik ben toen op Ibiza gaan zitten, Jorik. En ik had even een break, waren even uit elkaar. Maar ik had het daarna ook een hele lange tijd niet meegemaakt op die manier. Niet zo heftig. Tot eigenlijk de keer van het auto-incident. Wat ik al zeg, ik heb het had te maken met mezelf, met de mensen om me heen. Ja, dat moest gewoon stoppen. En daar moest tegen zoveel
ik denk beladenheid, vanaf wat die kant allemaal heeft afgespeeld, moest ook wel iets rigoureus tegenover staan om dit te laten stoppen. Dat is gebleken. Ja. Als jij mij nu zou vragen, zou je het weer doen? Ja. Direct. Omdat ik nu weet hoe ik me nu voel tegenover hoe ik me toen voelde. Dat misschien andere mensen denken, ik had het anders aangepakt. Mag, dat kan. We zijn allemaal anders daarin, maar ik sta achter mijn keuze. Voor mezelf, voor mijn zoon, ook voor de mensen die om mij geven, die om ons geven, die van mij houden. Ja, dit is blijkbaar nodig geweest. Is er iets van waar dat jij toenertijd of ook in de loop daarna bent gechanteerd? Nee, nooit. Dat is volledig onzin. Ik ben nooit gechanteerd. Ik zag dat ook voorbij komen. Er zou beeldmateriaal van Jamie zijn. Ja. Ik ben nooit gechanteerd. Nee, dat is niet waar, nee. Okay. Ik heb dat filmpje puur alleen opgenomen omdat je van iemand houdt. En ja, er is bepaalde druk bij, omdat je ook weet wat de consequenties zijn als ik het niet had gedaan. En toen was ik nog niet op dat punt dat ik voor de volle 100% voor mezelf koos. Ik koos nog steeds voor mijn partner. Ik wil even met je gaan naar de avond van het incident. De avond dat dit filmpje gemaakt is, ontstaan is. Wat is er die avond gebeurd? Neem me even mee in die avond. Wij hadden gegeten, los van elkaar. Ik was met vrienden uit eten en hij ook. En wij kregen al een beetje frictie, woordenwisseling over de telefoon. Waarom weet ik eigenlijk geen eens meer. Ik ging toen naar een barretje bij ons om de hoek, bij het oude huis. Of althans, waar ik toen woonde. En toen ik aankwam, bleek hij daar al te zijn. Dat meldde toen mijn vriendin Estelle. Van, hij is ook hier binnen en hij was goed geïrriteerd. En dat merk je, ja, als hij geïrriteerd of boos was, nou, zelfs een blinde kon dat zeg maar voelen, wat zijn energie en waar, in welke bui hij dan verkeerde. Dus ik merkte al heel erg dat hij een vrij geïrriteerde houding naar mij had. Waardoor zelfs mensen vroegen, hey, weet je, alles oké? Okay? Jorik is daar, wat is er allemaal aan de hand? Waardoor hij op een gegeven moment, volgens mij, een half uurtje naar binnenkomst pakte. En is het nu dan oké, okay, zoals het altijd, weet je wel? Hij deed dan niet zo leuk. Nou, op een gegeven moment krijg ik ook een houding van, oh, gaan we weer? En op het moment dat ik dan een beetje terughield, dan moest ik me daar maar weer overheen zetten. En dan gingen we weer leuk doen met z'n allen. Ging de show, het showtje ging weer door. Nou, oké, okay, dan om de goede orde te bepalen, deed ik dat dan wel vaak. En op een gegeven moment gingen we naar huis. En achteraf denk ik, ja, hij wilde natuurlijk gewoon helemaal niet naar huis. Maar goed, we gingen naar huis en dat begon al met een discussie in de auto om de hoek om. En dan begon hij heel hard en heel agressief te rijden. En waardoor ik gewoon de vraag stelde zoals ik altijd deed. Weet je, waarom ben je nou zo gemeen tegen mij? Waarom doe je nou zo? Nee, meneer wilde natuurlijk daar weer niks van horen. En toen werd mij gevraagd eigenlijk voor de deur om uit te stappen. Ik moest naar binnen. En eigenlijk de situatie waarin ik toen zat, is dat het een beetje een soort van patroon werd, weet je wel. Het was ruzie maken van hem om vervolgens dan weekenden weg te blijven. En dat ik met tranen en tuiten op de bank zat om te wachten op een man die volgens gewoon niet meer thuis komt. Dus ik zei van nee, want ik ga niet weg, want dan blijf je ook weer weg. Leo was op dat moment thuis met een oppas. Die was er gewoon binnen. En dat stond meneer niet aan dat ik natuurlijk een weerwoord gaf. Dus ik moest gewoon de auto uit, want hij wilde gewoon weg. Nou ja, wat toen is gebeurd, hebben we natuurlijk gezien. Nee, het was inderdaad niet mijn hoofd. Want wat, even, misschien is het goed om te schetsen, wat gebeurt er? Daar is natuurlijk nu heel veel verwarring over. Wat gebeurt er op dat moment? Wij krijgen woordenwisseling. Nee, ik wil niet naar buiten. Ik wil er niet uit. Kom mee naar binnen. Er is ruzie, ik moet eruit, hij wil weg. Want hij loopt op dat moment naar jouw portier? Ja, om mij natuurlijk eruit te krijgen. Ik verwacht niet op dit moment dat ik uit de auto word gesleurd. Daar wordt ook niet mee gedreigd. Het is niet dat ik zeg, nou kom dan, trek me uit die auto dan. We hebben gewoon een woordenwisseling waarin ik waarschijnlijk weer aan het smeken ben of hij alsjeblieft normaal wil doen, of hij alsjeblieft aardig wil doen. Tot treuren gaan toe, wat ik toen de tijd nog deed. Waardoor ik uiteindelijk, de auto uit wordt gesleurd, waardoor ik op de grond lig, waardoor ik nog half tussen de portier lig, niet met mijn hoofd, met mijn benen, arm, whatever it is. Waardoor op een gegeven moment de portier loslaat, want de auto ging natuurlijk niet dicht.
Waardoor ik in een soort van schok-stressmoment spring ik snel weer terug. En dan loopt hij weg en hij doet de auto op slot. Dus ik zit in die auto. Waardoor hij op een gegeven moment denk ik ook dacht van, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ik loop weg, mijn auto staat er, zij zit in die auto. Is allemaal een beetje maf. Dus hij loopt terug. En toen is hij naar het Okura Hotel gereden. En daar ben ik alsnog op straat gezet. En toen heeft hij mij daar midden van de nacht op straat gezet. Toen zijn we weggereden. En ik was zonder telefoon. Dus toen heb ik moeten aanbellen daar bij het Okura Hotel midden in de nacht. Of ze alsjeblieft een taxi konden bestellen. Toen ben ik terug naar huis gegaan. En hij is voorlopig, hij is toen niet meer thuisgekomen. Na het incident, wat we zien op het filmpje, ben jij weer ingestapt? Of ben jij in de auto blijven zitten en met hem meegegaan richting het Okura Hotel? Ja, ja. Want ja, daar wilde hij blijkbaar heen. Ja. Ja. Dan kom je uiteindelijk, zeg je, ik heb een taxi gepakt. Of is er voor mij gebeld bij het Okura. Ben terug naar huis gegaan. Mm-hmm. Wat gebeurde er toen? Wat ben je toen gaan doen? Heb ik mijn telefoon opgeladen aangedaan. Hem natuurlijk gaan bellen, appen waar hij is. En toen vertelde meneer dat hij sowieso niet meer naar huis kwam. Ja, en toen was het natuurlijk... Zoals het eigenlijk altijd ging, dan ben je verdrietig, dan heb je ruzie, dan is er weer iets van geweld geweest, dan heb je twijfels, vrienden bellen. Nou, dan ga je het weekend in. Toen de tijd ging ik het weekend in. En ja, dan ga je wel even weer goed over dingen nadenken. Maar ik denk voornamelijk dat het gewoon heel verdrietig altijd was. Ja. Het was gewoon ja, heel triest eigenlijk. Ben je toen die avond gelijk naar de camerabeelden gaan kijken? Nee, nee, zeker niet. Dat was ook een aantal dagen later eigenlijk pas. Misschien 2 dagen later of zo. Ik bedoel, ik was ook niet van bewust dat dit... Het was niet gestaged dat dit dus zo was. Ik kijk ook nooit op de camerabeelden even overdag random. Maar ik was natuurlijk best wel in zak en as dat weekend. En alle ruzies wat we hadden en alle lelijke woorden die weer verspild waren. En ja, ik zat niet lekker in mijn vel, dus ik zat thuis... En volgens mij was het die dag mooi weer. Of ik was in ieder geval aan het kijken wat er buiten gedaan werd. En toen besefte ik eigenlijk pas, hey, dit is die hoek. En ik heb toen Koen gebeld, Wim, Estel. Toen zei ik, nou, dit is wat ik nu hier zie. En de een gelooft hier wel en de ander niet. Maar ik geloof echt dat dit zo moest zijn. Dat dit... Ja, dit werd aan mij in ieder geval gepresenteerd even op een presenteerblaadje, om het even zo te noemen. Dit was een handvat voor mij om mee te schakelen. En dat heb ik, ja... Op dat moment heel erg over getwijfeld van wat moet je daar nou mee doen? Maar ik geloofde er nog, en daar geloof ik nog steeds in, dit is niet voor niets zo geweest. Nee. En dat heeft helemaal niks te maken met betrekking tot hem, gewoon puur even voor mezelf. Om zelf verder te gaan. Om in ieder geval ergens uit te komen waar ik anders niet uit was gekomen. Want ik kon het zelf blijkbaar niet. Nee. En ja, zoals ik net zelf zei, achteraf teruggezien... en voor mij een hele goede keus geweest. Wie zijn idee was het om dit filmpje te lekken? Ja, wie zijn idee was het... Ik denk van mij, en ik heb daar natuurlijk wel over gesproken met vrienden. Wat zou dat doen? Ja, kijk, de mensen die natuurlijk om mij gaven en geven, die staan natuurlijk achter mij. En die zeiden natuurlijk meteen, joh, doen. Dan is er geen weg meer terug, besef dat wel. Maar het is genoeg geweest. Zij zijn natuurlijk bij geweest dat het al die keren altijd fout ging. En bij het vergeven en niks doen kwam ik ook niet verder. Niemand trouwens kwam daar verder mee. Dus is het één bepaald idee geweest van iemand die naar mij toe kwam? Hey, joh, James. Nee, dat is vanuit mij gekomen. Ik heb dat natuurlijk dat idee gedeeld. Van wat vinden jullie hiervan? En met z'n allen, ja, doen. Ja. Hoe kom je dan vervolgens... bij het idee om... Je weet op dat moment... ik wil dit filmpje naar buiten gaan brengen. Mensen moeten dit gaan zien. Hoe kom je er dan bij om Yvonne te bellen? Ja, en achteraf inderdaad zou je denken... ja, waarom zij, hè? Ja.
Nou ja, eigenlijk heel simpel. En misschien als er geen Juice kanaal was geweest, misschien was het een RTL Boulevard geweest of een Shownieuws, I don't know. Dit is wat speelde. En ik denk na de eerste keer dat dat het überhaupt aan het licht kwam, dat er een grote knik in onze relatie zat, speelden natuurlijk kanalen zoals Life of Yvonne een hele grote rol. Niet altijd in mijn voordeel, hè? Begrijp me niet verkeerd, maar zij waren er wel bij betrokken. Dus dat voelde voor mij, was dat 1 en 1 is 2. Alsnog wel heel gek, want ik weet het moment dat ik het deed, dat ik echt dacht van, ben ik nou echt deze vrouw aan het bellen om dit nu te melden? Ik stond op het punt om de grootste omkeer, en dat besefte ik heel goed, in mijn leven te maken op dat moment. Ja. Ja, zij kwam als eerste in mij op. En ik denk ook omdat ik weet dat ik berichtgeving van haar vaker heb gehad. Toen ook de eerste keer, volgens mij is dat ook eens uitgesproken, dat ze zei, ja, mensen en wij weten in Amsterdam al veel langer wat er allemaal bij haar thuis afspeelt. Dus misschien voelde ik me op die manier ook enigszins veilig bij haar. Omdat zij dus ook wist, hè, wat mijn achterliggende gedachte hiervan was. Dat het niet alleen ging om het auto-incident. Zij wist dat. Dat heeft ze vaker laten blijken. Misschien ook een vrouw bij wie je dan veilig voelt. Nou, dat heb ik goed verkeerd gedacht. Op dat moment kan ik ook niet zeggen dat het per se goed voelde. Maar ik kon het bij haar soort van wel neerleggen of zo. En zoals je hoort aan het telefoongesprek voelde ik me daarin ook begrepen. Ja, en de rest is geschiedenis. Toen ging het eigenlijk heel snel. Er werd aangebeld door de politie. Nee, sorry, Jorik kwam eerst nog zelf thuis. Dus heel boos, maar goed, gelukkig was Wim er. Die is me meteen naar mij toegekomen. Ik zeg, ik wil niet dat je alleen bent als hij thuis komt. Wat goed was, want hij was natuurlijk furieus. Op het moment, toen was het filmpje al geplaatst door Yvonne. Ja. Toen kwam hij snel naar huis rijden, ja. Maar toen was Wim al naar mij toegekomen. Hij zegt, ik wil niet dat je alleen bent als je dit plaatst. Of als dit naar buiten komt. Dus ik was thuis met Leo en met Wim, ja. En daarna is Jorik weggaan en kort daarna stond eigenlijk de politie bij mij aan de deur. Was Jorik op de hoogte van het feit dat jij gelijk... Was hij gelijk op de hoogte van het feit dat jij dit filmpje naar buiten hebt gebracht? Ja. Dat heeft hij vanaf moment 1 geweten? Ja. Wat zei hij tegen je? Ja, hij kon volgens mij niet geloven dat ik dat had gedaan. Omdat ik nooit eerder eigenlijk op die manier van me heb afgebeten. Ik heb altijd maar het laten gaan. Zelfs wat ik zeg, zo vaak de hand boven zijn hoofd gehouden. Of het nou de blauwe plekken verstoppen was, of als mensen het vroegen. Zelfs eigenlijk als mensen erbij stonden en die keken ernaar, ging ik het zeg maar nog een beetje verbloemen proberen. Dus dat er nu in één keer zo'n omkeer was, was voor hem natuurlijk ook nieuw. Die dacht, huh? Heeft ze dit nou echt gedaan? Ja, I did that, ja. Je hebt het over verbloemen van andere momenten. Mm-hmm. Waar moet ik aan denken? Ja, ik denk dat de grootste misvatting is dat de aangifte die ik heb gedaan, dat dus draait om het auto-incident. Het gaat om een hele reeks incidenten die al de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Thuis, buitenshuis, waarin alleen een bepaalde kleine groep mensen dan van afwisten, weet je, wat er feitelijk afspeelde. Maar dat op het moment dat de politie eenmaal bij mij thuis stond, aan de deur, en dat je volgens ga je een verklaring afleggen, en daar hebben we het nog helemaal niet over een aangifte, want daar was ik op dat moment helemaal niet mee bezig. Maar dat zij een inkijk kregen in mijn leven en op alle gebeurtenissen die waren gebeurd, en dat ze zeiden van, dit is niet oké. Dit is huiselijk geweld. En daarnaast heb ik de afgelopen jaren, noem het even verzameld, is ook zo'n rot woord. Heb ik en samen met mijn vrienden een soort van archiefje opgebouwd van alle momenten dat het zo fout ging. En dan heb ik het even maken over video's en filmpjes. Video's en foto's. Dat zij zeiden van, joh, we gaan dit vastleggen. Want mochten we het op een dag nodig hebben, dan hebben we dat. Nou, die dag is dus aangebroken. Dus op het moment dat ik bij de politie kwam met een verklaring en bepaalde bewijsstukken liet zien, hebben zij mij geadviseerd om aangifte te doen. En op dat moment dacht ik al, weet je, ik heb nu
van mezelf... Nou, ik ben voor mezelf opgekomen. En nu ga ik het dit keer goed doen en afmaken ook. En dat is eigenlijk de reden geweest. Het heeft niks te maken met alleen het auto-incident. Natuurlijk, it's part of. Dus alleen maar het idee dat ik... dit heb gedaan, een eenmalig ding. En ook al zou ik dat wel hebben gedaan, hè? Ook al zou ik wel na een eenmalige keer... van me af hebben gebeten en het niet hebben geaccepteerd. Weet je, het is zo maf dat hoe de samenleving eigenlijk iets bekijkt... vanuit een bepaald perspectief. Hè, wacht even, dus een man mag onrecht bij... of het nou een vrouw of een andere man is, maar bij een andere persoon doen. Dat mag. En zij moet het liefst gewoon haar mond houden. Want anders is het een hater, wil zijn carrière kapot maken. Maar ondertussen is het onrecht wat wij wordt gedaan... daar mag je niet van zeggen. Daar mag je niks van zeggen. En natuurlijk moet je daar wat van zeggen. Als het onrecht niet wordt aangedaan. Ik had hier ook... Ik vind het leuk om met jou een koffietje te doen, hoor. En lekker bakkie. Liever met een wijntje dan. Maar ik had liever dit ook niet meegemaakt. Ik had liever ook alle pijnlijke momenten niet meegemaakt. Dat is niet iets waar ik trots op ben. Maar het is wel gebeurd. En het is gewoon onrecht. En het is heel oneerlijk hoe je vaak... En als slachtoffer, dat zie je gewoon nu, dan wordt neergezet. En het zeggen van... Weet je, een carrière kapot maken. Ik weet nog één avond... Nee, er kwam een foto van mij online. Volgens mij zelfs Shownieuws, die belde. En RTL Boulevard, die hebben dat toen niet gedeeld. Andere Juice-kanalen natuurlijk wel. Een hele onsmakelijke foto. Je ziet mij met een bebloed gezicht. Ja, daar staat mijn telefoon vol van, dat soort foto's. Ik heb het niet alleen over bebloed gezicht, maar ik bedoel even met... Want die kwam ook van mijn telefoon. Die is ook met mijn telefoon gemaakt. Dus die is door iemand van mijn vriendin. En toen werd ik nog kwaad, hè, toen de tijd op mijn... vriendengroep. Van, oh, hoe kan je dit hebben gelekt? En wie is het? En uiteindelijk weet ik dus nog niet wie dat is geweest. En toen heb ik natuurlijk weer de hand boven het hoofd gehouden. Nee, ik ben toen gevallen. En, ja, bullshit. Ik kreeg een trap en ik ben tegen mijn hoofd op een tafel gevallen. Ik moest naar het ziekenhuis. Dat is de waarheid wat er altijd op afgespeeld. Allemaal dat soort momentjes. Die hebben ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk een keuze heb gemaakt. Om voor mezelf op te komen. Om dit te droppen. En noem het gerechtigheid, noem het uit een giftige relatie te komen, hoe je het wil noemen. Maar dat moest ik doen. En daar sta ik achter. Nog steeds. Want je zegt ook, het lekken van deze video was eigenlijk een stok achter de deur voor mezelf om uit deze situatie te stappen. There is no way back. Hoe kan je nog, stel je nou voor, hè? Ondanks dat ik echt wel zeker nog, maanden daar lang... ook gewoon liefdesverdriet heb gehad. Want ja, je houdt van iemand, je mist iemand. Stel je nou voor, ik was op een of andere manier... of een scenario dat je weer teruggaat. Ik weet niet waar ik naartoe had moeten verhuizen. Maar met zoiets, als zoiets naar buiten komt... dan is er gewoon geen weg meer terug. Nee. Je hebt openbaar gegeven, hey, ik word mishandeld. Er is sprake van huiselijk geweld geweest... en niet één keer zoveel keren. Maar dat moest blijkbaar bekend zijn. Ja. Mensen hebben, dat is waarschijnlijk ook bij jou bekend... dat is ook wat ik lees. Mensen hebben het gevoel ook dat het een manier is geweest... om zijn carrière te cancelen, om wraak te nemen op hem. Wat voel je daarbij? Nou ja, carrière te cancelen. Ik bedoel... Is dat de voornaamste reden waarom ik het naar buiten heb gegooid? Nee. Was ik ervan op... Ik bedoel, ja, ik snap echt wel, dat snap ik toen ook... dat dit filmpje gaat consequenties voor me hebben. Maar ik had totaal niet de behoefte om nog rekening te houden... met wat het voor deze persoon even zou uitmaken. Want er werd de afgelopen jaren ook nul rekening meer met mij gehouden namelijk. En dat is nogmaals niet payback time... Maar het ging even puur alleen om mezelf. Wat is goed voor mij? Waar heb ik baat bij dit keer? Is dat makkelijk geweest? Nee. Is dat goed voor mij geweest? Voor mij als persoon? Ja. Ja. En misschien uiteindelijk, hè? Ik bedoel... Hij zal er vast zelf anders over denken. Maar misschien voor hem ook wel. Om aan zichzelf te werken. Om uiteindelijk... ook fouten die hij misschien heeft gemaakt in het verleden... in de toekomst niet meer te maken. Is dat dan misschien ook wat je zegt ook... ik had dit nodig, ik wist wat de gevolgen hiervan gingen zijn.
er zit helemaal geen oordeel vanuit mijn kant in. Maar waarom heb je er op dat moment niet voor gekozen om dit misschien ergens binnenshuis te houden? In de zin niet dat het stilgehouden moest worden, maar op het moment natuurlijk dat je gelijk een aangifte had gedaan. Ja, wat ik zeg, maar ik was helemaal niet bezig met de aangifte. Ik had die link, ja, noem dat naïef, noem dat stom. Maar ik had nooit de link in het begin met aangifte. Ik moest hier wat mee doen. Nee, stop is stop genoeg. Ik heb mezelf één belofte gemaakt na OQ. Nooit meer raak jij mij aan. Nooit meer wordt mij onrecht gedaan. Nooit meer laat ik me zo behandelen. Het wordt niet meer gespuugd in mijn gezicht. Ik word niet meer uitgescholden. Ik word niet meer verdriet aangedaan. Enough is enough. En ik bijt nu gewoon terug. Ik sta voor mezelf op. En als ik dat misschien binnenshuis had gehouden, het kon niet meer in kleine stappen. Wat ik zeg, er moest iets, misschien moest het zo zijn, iets in deze grote, met alle beladen energie die het had, moest het er tegenover staan of zo. Klinkt misschien heel gek, maar ja, hoe vaak moest nog zoiets gebeuren? Om maar weer het uit te spreken thuis en oh, dit mag echt niet meer? Ja, dat werkt blijkbaar niet. Ik wil nog even terug naar dat audiofragment wat Yvonne vorige week op haar Instagram deelde. Ze vraagt daar, zit je hoofd nou tussen de deur? Wim zegt op dat moment, ja, jij gaat daar voor de rest niet op in. Waarom ontkracht je op dat moment niet wat Wim zegt? Is heel simpel. Ik heb heel, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik was helemaal niet bezig met wat Wim aan het mompelen was in de woonkamer. Ja, ik was met Wim samen. Nee, hij zat niet naast mij. Ik weet nog heel goed, toen ik Yvonne aan de telefoon had, stond ik aan de keukentafel. Wim zat in de woonkamer op de bank. Je moet begrijpen dat op het moment dat ik Yvonne aan de telefoon heb, gaat er van alles door me heen. Ik ben in totale stress, want wat er op dit moment plaatsvindt en wat er gaat gebeuren, heeft grote invloed op, ja, life-changing things. En voor niet iedereen even leuk. Dus je hebt spanning, ik heb stress. Yvonne is een, zij brengt nieuws, zij brengt gossip. Maar hoe zij het uiteindelijk heeft gebracht, er is nooit uit mijn mond, niet naar een Yvonne, niet naar een Wim, niet naar een Koen, niet naar mijn ouders, niet naar de politie gekomen dat ik met mijn hoofd tussen de deur heb gelegen. Dat is ook nooit aan mij gevraagd. En als het gevraagd werd achteraf, zoals bijvoorbeeld door de politie, heb ik daar altijd eerlijk mijn verhaal over gedaan. Ik had pas door dat dit verhaal eigenlijk zo kwam, na de eerste keer dat dat dus inderdaad door Yvonne en vervolgens natuurlijk door heel veel media werd opgepakt. Heb ik dat toen rechtgezet voor mijn ex? Nee, voelde ik die behoefte absoluut niet op dat moment. Nee. Had hij dat zelf kunnen rechtzetten? Ja. Hij had niet zijn mond hoeven te houden een jaar lang. Maar ik snap ook wel dat het natuurlijk een beetje een cru verhaal wordt. Van jongens, ik heb wel aan de haren getrokken. Ze lag wel op de grond met haar lijf, maar niet haar hoofd. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom hij zijn mond heeft gehouden. Maar hij had zich makkelijk kunnen tegenspreken. Van jongens, was haar hoofd niet. Had ik dat ook meteen bevestigd. Maar ik ga niet aan mezelf, voor de persoon die mij dit leed heeft aangedaan, voelde ik op dat moment niet meer de behoefte om dat recht te zetten. Dan vervolgens een Yvonne die dan beweert te zeggen dat ik dat aan mijn vriend Wim in deze kwestie heb verteld. Waar haalt ze die informatie vandaan? Wim heeft ook nooit aan haar bevestigd, het komt van Jamie vandaan. Had zij niet even, ze heeft gewoon een gesprek met mij. Zij moet, hè, ja, ik wil het geen eens, ja, je mag die vrouw natuurlijk geen titel journalist geven, maar ik bedoel, zo doet ze zich wel voor, hè? Checking facts. Waarom had zij niet dan even aan mij moeten vragen van, joh, Jamie, heb jij met je hoofd tussen de deur gelegen? Ik vind het wel eigenlijk, ja, te maf verwoorden dat ik me hiervoor aan het verwoorden ben. En aan het uitleggen ben hoe het eigenlijk echt is gegaan. Maar de feiten zijn, ik heb nooit gezegd dat mijn hoofd tussen de deur heeft gelegen. Zij heeft het opgemaakt omdat zij Wim hoort. En weet je, voor Wim was het natuurlijk ook vervelend. Dit komt even uit. Ik heb hem er ook over gesproken. Ik was namelijk helemaal niet bewust met deze opname. Ik wist ook niet dat ik werd opgenomen. Nee. Uiteindelijk helemaal niet erg, hè? Want ja, het is wat het is. Maar ik wist wel vanaf moment 1 dat ze zei van, oh joh, ik heb hier opnames van. Ik wist dat ik dat nooit had gezegd. Uiteindelijk ga ik die opname ook terugluisteren toen die helemaal online kwam.
En ik schrok ervan, want ik hoor Wim dat zeggen. Maar op dat moment dat ik met haar aan de telefoon zit, ben ik helemaal niet bezig met wat Wim mompelt. Nee. En je hoort ook, zij vraagt niet nog een keer aan mij van, yo Jamie, dus het was je hoofd. Daar hebben ik en Yvonne hebben het daar nooit meer over gehad. Dus ik moet eerlijk zeggen, toen zij de eerste keer ook met een, wat was het, een vlog of een, ze had een van die YouTube filmpjes. Dat is een leuke compilatie had ze gemaakt. Waarin zij dus zegt, Jamie met de vaas met haar hoofd. Ja, dacht ik, oké, met mijn hoofd. Maar helemaal niet bezig met dat zij dat dan van Wim had gehoord, die dat mompelt. Enfin, long story short. Dat zijn de feiten. En dat nu het wordt omgedraaid dat ik dan de wereld is overgeholpen. Nee, jij hebt een aanname gedaan. Die heb je niet gecheckt bij mij. Wim was er namelijk ook niet bij de avond dat het filmpje gebeurde. En dat zijn ook nooit dingen die ik naar iemand heb verteld. Want dan zou ik liegen, want het was niet mijn hoofd. En zoals je inderdaad kan zien bij de verklaring, want die is ook in één keer openbaar gekomen. Heb ik dat vanaf dag één gezegd. Die heb ik niet genuanceerd, die heb ik niet aangepast, die heb ik niet verzwakt. Nee, vanaf moment één dat de politie bij me thuis kwam, heb ik de situatie geschetst zoals die was. Dus bij de politie was bekend, tuurlijk, dat jij hebt gezegd, nooit, mijn hoofd zat niet tussen de deur. Het was maar meteen heb ik daar verder nooit, vanaf moment één ook gezegd, ik praat niet over de zaak. We zijn natuurlijk bezig met het onderzoek. Althans, de politie is daar, of het OM is daarmee bezig. Maar die informatie was meteen bij hun bekend. Op het moment dat dat filmpje naar buiten komt, was er heel veel onduidelijk. Waar komt dit filmpje vandaan? Wie heeft dit gepost? Hoe is dit eigenlijk? Wat denk ik dat iedereen dacht, hoe heeft dit in haar handen kunnen komen? Dat is wat mensen gedacht hebben. Mm-hmm. Ik heb jouw interview toen teruggezien dat je bij Galit zat, bij Sofie en Galit. Waarin hij jou op een gegeven moment aan jou vraagt, wie heeft dit filmpje gelekt? Op dat moment antwoord jij, samen, in samenspraak met je advocaat, daar kunnen we op dit moment geen uitspraak over doen. Ja. Waarom heb je er eigenlijk tot op, ja, waarom heb je er toen voor gekozen om dit eigenlijk in het midden te willen laten? Nou ja, daar ben ik ook eerlijk over. Dat was voor mij wel een obstakel. Ik vond dat best wel eng. Ik dacht, oh, hoe gaan mensen reageren? En misschien, weet je, ik krijg ook veel reacties dat mensen zeggen, joh, we konden eigenlijk wel bedenken dat het misschien van jou zelf uit zou komen. Maar bij het grote publiek misschien niet. En ik was toch bang misschien voor de mening. Nou ja, en je ziet eigenlijk wat het dus doet, hè, op het moment dat het uitkomt. Dat was eigenlijk het enige waarvan ik misschien een beetje schaamd had. Ik dacht van, oeh, wat gaan mensen hiervan vinden? Ondanks dat ik weet waarom ik het heb gedaan, hè. Maar omdat heel veel mensen ook niet weten, tot op, nou ja, dit gesprek dan, wat dus de achterliggende gedachte was en waar eigenlijk het vandaan is gekomen, wat het echte verhaal erachter is. En ja, toen eenmaal dat nu ook naar buiten was, toen dacht ik, ja, oké, nou, dan ga ik nu gewoon ook zitten. En dan ga ik het verhaal doen. Want nu wordt er een draai aan gegeven. En dat wil ik niet. Dat ga ik tegen. Zijn er momenten geweest, bijvoorbeeld bij Galit aan tafel, of op andere momenten in interviews daarna die je gedaan hebt, dat je hebt gedacht, eigenlijk ga ik het nu gewoon vertellen. Had je bijvoorbeeld, als dit nu niet naar buiten was gekomen, mm-hmm, hè, het feit dat jij zelf dit filmpje uiteindelijk aan Yvonne hebt gelekt, had je dit altijd dan stilgehouden of had je het idee, nee, er komt een moment dat ik hier open over ga zijn? Ik wist dat dit was onvermijdelijk. Tuurlijk had er een moment gekomen. Ik bedoel, Jorik zal ongetwijfeld ook op een gegeven moment zijn mond open gaan doen en ook praten. Dus die zal dan ook zeggen, ja, dat heeft Jamie zelf gelekt. Dus dat wist ik wel. Alleen, ik voelde nog niet de behoefte om dat zelf te zeggen. Nou, meerdere redenen daarvoor, waaronder schaamte, bang voor reacties, wat gaat men ervan vinden. Maar ik wist wel dat het zou komen, dat uit zou komen. Ik heb er namelijk ook nooit over gelogen tegen mensen in mijn omgeving. Dat was wel duidelijk. En helemaal een jaar geleden, toen ik bij Galit en Sofie zat, was ik ook niet de persoon die ik nu was. Ik zat toen met ontzettend veel angst, onzekerheden, veel verdriet in mijn systeem. Ik zit daar ook anders dan dat ik nu bij jou zit. Toen was het ook allemaal heel vers en heel nieuw. Toen had ik denk ik ook niet de sterkte gehad om me daar ook nog eens voor te gaan verwoorden en uit te leggen waarom. Nu in deze positie, zoals ik me nu voel, kan ik dat. En met trots en opgeheven hoofd is misschien niet helemaal het goede woord, maar ik kan dit wel nu gewoon goed en sterk uitleggen. Dus misschien was de timing er ook gewoon niet voor. Wat is er nog meer bekend bij de politie?
Ja, een aantal geweldincidenten. En waaronder een paar met getuigen erbij. Die worden dan gehoord. Dus daar is een onderzoek naar gestart. Er worden getuigen opgeroepen. Ik heb natuurlijk een verklaring afgelegd. Mochten er vragen zijn, dan worden die wel eens tussendoor gesteld. En dat is ook in hoeverre het tot nu toe is. Ik heb daar nog geen verder zicht op. Ik weet het niet. Ik ben daar gelukkig ook niet meer iedere dag mee bezig. Het speelt ook niet meer iedere dag in mijn leven. Maar dat is iets wat loopt. En hoe dat af gaat lopen, dat weet ik ook niet. Nee. Het is misschien een persoonlijke vraag, maar stel, je had dit filmpje niet gedeeld op dat moment naar Yvonne toe. Had je dan vandaag de dag nog in deze situatie gezeten, denk je? Dat denk ik wel. Ja. Ja. Of er was de week erop weer wat gebeurd, maar ja, er moest. En misschien, ja, wat ik zei, weet je wel, ook al was het niet lichamelijk, dan was het mijn psyche wel. Dat ging echt niet goed. Het doet namelijk, zo'n relatie doet echt heel veel met je. Dat vreet je gewoon helemaal op van binnen, de stress, het verdriet. Dus ik weet, als ik nog een jaar langer door zou gaan met de situatie, hoe ik in mijn vel zat, en nou, dan weet ik niet hoe ik nu erbij had gezeten. Ik denk niet heel goed, nee. Hoe kijk je überhaupt nu op alles wat er een jaar geleden is gebeurd? Hoe kijk je daar een jaar na dato op terug? Zijn er dingen waar je aan bent gaan twijfelen? Zijn er dingen waar je soms wel eens denkt, oh, ik had het op dat moment zo moeten doen. Wat voel je daar nu bij als je daarop terugkijkt? Allereerst vind ik het heel mooi hoe tijd gewoon alle wonden hield. Ook al denk je dat je ergens niks uitkomt. Vaak dan had ik mijn moeder aan mijn telefoon en dan zei ze, alles komt goed. En dan dacht ik, oh ja, dat is makkelijk praten voor jou. Maar dat is echt zo, weet je. Dingen hebben tijd nodig. Zeker zwaar. Maar vooropstellend vind ik het mooi hoe ik als vrouw zijnde gewoon een groei heb gemaakt. Hoe ik mezelf dus weer heb teruggevonden. Het heft in eigen handen weer heb gepakt. En dingen heb aangepakt ook. En daardoor nu, nou, gewoon weer happy ben. En dat ik het ook bizar vind waar ik, even vanuit de helikopterview, waar ik doorheen ben gegaan. Dat ik echt vaak denk van, nou, dit is toch echt, dat je dat allemaal hebt geaccepteerd, joh. Echt bizar. Dat ga ik nu nooit meer accepteren, van niemand niet. Nee. Echt nooit meer. Zijn dat trauma's die ik nog steeds moet verwerken? Ja. Werk ik eraan? Ja. Maar het is wel een soort van, die oogkleppen gaan even af, weet je wel. Dat je denkt van zo. Nou, ik had grote oogkleppen op, hoor. Echt. Die waren heel groot, ja. Een ontwikkeling wat er nu de afgelopen dagen zich heeft plaatsgevonden, is dat je merkt dat er kanten worden gekozen. In ieder geval, dat is wat ik zie. Mensen kiezen de kant van Jorik. Wat doet dat met je? Ik vind het niet erg dat mensen de kant kiezen van Jorik. Want ja, dat is het leven. Ik hoef niet soort van mensen naar mijn kant te trekken. Maar wel als het gaat om onrechtvaardigheid, als die niet eerlijk is, onwaarheden. En die kant die wordt gevoerd, die vind ik ook niet helemaal eerlijk. Want ik snap het ook niet oprecht niet helemaal hoe dit ook kan gaan. Ik heb daar wel mijn mening en idee over. Wat is die mening of je idee daarover? Nou, bijvoorbeeld een Yvonne. Ondanks dat ik haar dankbaar ben, dat ik zonder haar hulp, toen had ik hier misschien nu niet zo gezeten. In die zin dat ik uit een onveilige en geen gelukkige situatie ben gestapt. Maar de manier waarop zij en met haar dus anderen berichtgeving melden, het heeft een persoonlijke ondertoon, haar persoonlijke voorkeur. Kijk, helemaal als vrouw zijnde, als jij, en dat beweerde zij toen de tijd te weten, dat er vaker geweldpleging bij ons thuis was. Jij wilt mij helpen op zo'n moment. Althans, dat zeg je. Ondertussen neem je mij op. Ondertussen
kom je er ook nog eens mee dat je uit mijn mond hebt gehoord dat ik tussen de deur heb gelegen. En in één keer schakelt... Zij turnt in één keer helemaal om. Een soort van anti-Jamie, een leugenaar. Ik ga bijna denken, was dit eigenlijk altijd een soort van... Wilde jij dit eigenlijk altijd al? Wilde je me ergens uiteindelijk op kunnen pakken? Wil je een soort van sturing geven aan hoe Nederland over mij denkt? Niet alleen naar mij, maar ik zie het ook hoe ze dat doet bij andere mensen. Ook bij vrienden bij mij, bijvoorbeeld bij Koen. Het heeft niks meer te maken met juice brengen of iets willen melden of een beetje geestig willen zijn. Het is echt heel naar wat zij doet. Ik las op een gegeven moment een paar dagen geleden, ik was op Ibiza, ik was thuis. En zij plaatste dat Jorik een feestje had gevierd. Naar aanleiding van dat ja, er dus was gemeld dat, oh, mijn hoofd heeft niet tussen de deur gezeten. En dat ging zij verheerlijken. Ja, toen, ik moet er bijna nu een beetje om lachen, maar het is zo misselijkmakend. Toen ik dat las, dacht ik, hè? Wacht even. Er wordt toegejuicht dat iemand een feestje viert, omdat mijn hoofd niet tussen de... Dus omdat het mijn hoofd niet is geweest, is het minder erg. Dus jij als vrouw zijnde wilt in één keer een soort van... Want ik ben wel gewoon een slachtoffer van huiselijk geweld. Wil jij mij in één keer in weer een hoek stoppen? En zij weet ongetwijfeld, en ik denk dat ieder gezond denkend mens over kan nadenken wat het allemaal voor mij heeft gedaan en waar ik vandaan kom. Dat is heel ongezond. En doordat zij dat verheerlijkt, zijn er dus mensen zoals ik, mensen van, die worden, je mag bijna geen slachtoffer meer zijn. Als je er wat van zegt, als je voor jezelf opkomt, nee, degene die het kwaad aandoet, die wordt verheerlijkt. Je mag een feestje vieren over geweldpleging. Dat is toch echt van de gekken. Maar daar kijken kinderen hier ook voornamelijk naar, hè, naar zulke juice channels. En dat is een heel verkeerd signaal. Ik snap überhaupt niet dat dat mag. En ik snap ook haar beweegreden niet. Vind je mij niet leuk? Ik vind jou ook niet leuk. Maar laten we niet vergeten, ik ken deze vrouw ook verder niet persoonlijk. Hè? Ze betaalt ook mijn huur niet. Ze komt ook geen ontbijtje eten op zondag. Ik heb haar ook nog nooit in het echt gezien. En als je mij op dat moment niet had willen helpen, had je dat ook mogen zeggen. Dan had je ook kunnen zeggen, joh, ik wil hier niks mee te maken hebben. Ik vind het heel vervelend wat er gebeurt, of niet. Maar dit gaat helemaal verkeerd. Een soort van Team Jamie. Ik had ook op een gegeven moment dat ik een berichtje gepost. Omdat ik krijg heel veel negatieve reacties. Natuurlijk, hè, van mensen die niet eens zijn met de manier waarop het gaat. Of nou ja, die volgen dan te veel de verhaallijnen van een Life of Yvonne. En dan krijg je heel veel lelijke berichten, oké? Okay? En ik krijg ook hele lieve berichten. En uiteindelijk is dat wel waar het toch om draait. Wat liever zijn voor elkaar, elkaar steunen. Dat is wat je nodig hebt in het leven, liefde. En met al die negativiteit, daar bereiken we eigenlijk heel weinig mee. Dus ik wilde daar voor mijzelf gewoon een dankje voor doen. Waarop deze vrouw weer een post maakt en noemt het een wanhopige actie. Echt, of het is een soort van obsessie, of ze is echt heel ongelukkig zelf. En die komt heel veel liefde tekort. Ze heeft eigenlijk gewoon een knuffel nodig, denk ik. Ik ga hem alleen niet geven. Nee, maar het is echt heel... Ik snap niet waar al die haat vandaan komt. Er zijn ook lieve mensen en sommige mensen denken wel aan je en laat je niet kisten. Ik snap echt wel dat een bekend zijn, hè, noem het even zo, of hoe je het ook wil noemen, heeft een keerzijde. Maar dat heeft toch ook een grens? Ik bedoel, deze vrouw die post laatst over Koen een hele reeks informatie wat niet klopt. Hij komt met bewijs aan dat het allemaal onzin is. En deze vrouw vertikt het gewoon om dat recht te zetten. Ik heb mijn vriendje aan de telefoon met tranen, met stress, kan niet slapen. Zijn familie in reperoer, vrienden. Alles wordt in twijfel weer getrokken. Terwijl hij zo goed bezig is aan zijn herstel. En zij dropt gewoon een bom, keert om en loopt gewoon weg. Maar hey, hoe kan dit en waarom accepteren we dat? Het is niet meer eerlijk. Je mag best wat schrijven en je mag als je wat hoort, mag je dat melden. Maar als jij fout zit, ga je het dan wel rechtzetten. Dat doet ze niet. En ja, dat maakt mij kwaad. Het maakt me ook verdrietig. Ik ben teleurgesteld daarin ook. Maar ik vind dat daar moet wel wat aan gedaan worden. En dat betekent niet dat ik alles wat zij doet aan ga lopen vechten. Want weet je, die tape die zij heeft vrijgegeven of opgenomen, dat mag ze ook niet doen. Had ik haar nu juridisch kunnen gaan vervolgen? Ja. Maar weet je, daar heb ik helemaal geen zin in. Je hebt een zoontje, Leo. Die is nu 3. Ja. Wat heeft de situatie met hem gedaan?
Ja, wat heeft dat met hem gedaan? Ik hoop niet heel veel. Alleen, Leo vertoont al vanaf jonge leeftijd best veel tekenen van een vorm van autisme. En dat weet eigenlijk helemaal niemand. Dus de zorgen die ik al heb als moeder over hem, die zijn al vrij hoog. En niet omdat ik het erg vind, hè, dat hij een vorm van autisme heeft. Alleen je wilt gewoon voor je kindje het allerbeste. En je wilt dat het leven hem gewoon toelacht en dat het niet moeilijk gemaakt wordt. Dus als moeder zijn, dan maak ik me sowieso al heel erg zorgen over zijn, zijn welzijn. Misschien op bepaalde momenten niet altijd de meest standaard dingen. En ik hoop alleen maar, en dat meen ik vanuit de grond van mijn hart, dat Leo en zijn vader uiteindelijk een gezonde band krijgen. Jorik heeft Leo op dit moment, hebben ze elkaar een jaar niet gezien. Daar is natuurlijk heel veel verschillende berichtgeving over geweest, dat jij hem weggehouden zou hebben. Hoe zit dat? Kijk, laat ik het zo zeggen, als Jorik Leo eerder had willen zien en had aangegeven, dan was dat al gebeurd. Dus het is Jorik zijn eigen keuze geweest om daar ook zo lang mee te wachten. Volgens mij heeft zijn advocaat daar laatst antwoord op gegeven, omdat Jorik het zelf allemaal even wilde laten bekoelen. Kijk, ouder zijn is meer dan alleen even een uurtje lachen en wat mee doen. Dat is verantwoordelijkheid pakken. En nogmaals, Leo is best wel intens. Leo heeft zijn eigen manier. En ik denk ook niet altijd makkelijk voor Jorik. Er komt ook een hele hoop geduld bij kijken. Bij een dagje met Leo. Dus misschien voor hem ook moeilijk. En misschien was de tijd er niet voor. Maar om dan weer te horen dat ik mijn kind weg heb gehouden. Nee, ik heb alleen gepleit voor een gezonde en een veilige situatie. Dus ik wilde dat onder begeleiding doen van. Kijk, er was altijd zoveel stress bij ons thuis. Waarin Leo zeker het een en ander heeft meegekregen. Alleen doordat hij nog niet praat, zichzelf niet kan uiten, is het wel eens moeilijk geweest om af te tasten van, hé, wat heeft nou eigenlijk effect gehad? Ik merk wel, nu ik daar een langere tijd uit ben en ik een bepaald patroon heb dagelijks, daar heeft Leo heel veel baat bij. Dus zijn ontwikkeling en zijn progressie is enorm vooruit gegaan. En als je dan als moeder zijnde, hè, want dat doe je voor je kind, opstaat, ja, dat wil je wel beschermen, die rust en die veiligheid. Dus dat heeft niks te maken met papa weg te houden. Nee, ik wilde dat op een juiste manier aanpakken. Gelukkig zijn we nu met ook beslissing van de rechter. Met een mediator komt erbij. Die praat met wensen van Jorik, wensen van mij. Wat is het beste van Leo? Dan gaat het gewoon onder goede begeleiding. Zodat ik weet dat ik niet dadelijk weer... Ik ga 10 stappen vooruit, dat ik niet dadelijk 15 achteruit weer moet. En dan heb ik het puur even over de ontwikkeling van Leo. Ja. En ik denk dat uiteindelijk Jorik dat ook wel snapt. En misschien heeft hij daarom ook een langere tijd gewacht om het eenmaal... Misschien was de emotie ook te hoog. Misschien met woede naar elkaar nog te veel. Misschien moest het even zo zijn. Want ik denk, weet dat hij weet dat Leo zit goed bij mij, weet je wel. Ja. Dus misschien moest het even zo zijn, ja. Je beschrijft net, ik heb wel gepleit voor een veilige omgeving voor Leo. Op dat moment, was dat het niet voor Leo? Nee, niet altijd. Nee, niet altijd. Niet dat Leo direct in gevaar was. Maar de blootstelling aan enige vorm van... Heeft hij dingen gezien, denk je? Ja. 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 Gehoord, gezien. En dan ben ik nog ineens... hoef ik te praten over bepaalde... energie of stress wat vaak bij ons thuis was. En ik geloof wel... Ja, Leo is heel gevoelig. Dus die heeft er zeker wat van meegekregen. En ik hoop alleen maar dat... Ja, dat geen... Ja, schadelijk is. Het is nooit leuk. En ik heb daar ook nog niet alle kennis en informatie van. Alleen, ik probeer hem verder wel heel veel liefde te laten zien. En juist heel veel blijdschap. En het was gewoon goed om, ook voor Leo, om hier uit te stappen. Ja. Om rust terug te laten keren.
En uiteindelijk, weet je, ik bedoel... papa zoals mama moeten gelukkig zijn. En als dat niet samen is, dan beter los van elkaar dan in een ongezonde situatie. Ja. Heb je wel eens nagedacht over het moment dat hij straks ouder wordt? Dat hij kan gaan googlen, dingen kan gaan zoeken? Ja. Dat hij ook geconfronteerd gaat worden, vroeg of laat, met deze beelden, met deze situatie? Ja, dat is natuurlijk heel dubbel. Want nogmaals, dat wil je liever niet. Ik had die beelden ook liever niet gewild. Ik had ook liever niet in zo'n relatie gezeten. Ik had ook het liefst nu lekker naar huis gegaan, gekookt. Leo met zijn vader thuis op de bank. Dat had ik het liefst gewild. Maar helaas, dat is niet zo. Dus dan moet je schakelen. Is er een handleiding of een boek voor mensen in zo'n situatie? Maar die is er niet. Nee. Ik heb ook het licht niet uitgevonden. Ik ben ook niet perfect. Dus ik zal ook mijn fouten maken. Alleen, ik weet wel waar ik voor pleit. En ik heb liever dat mijn zoon later ziet... Oké, dit is waar mijn moeder vandaan is gekomen. En dit heeft zij gedaan om hier uit te komen voor ons. En kijk waar ik nu sta, ook met de relatie met mijn vader. Gewoon met z'n allen. En dat uiteindelijk een happy ending kan krijgen in de toekomst. Dan dat mijn zoon allerlei leugens over mij ziet. En dat ik een of... Dat die onwaarheden... Want ik hoor zijn held te zijn, want dat wil ik graag zijn. Dat probeer ik ook te zijn voor hem. Ja. Momenteel zit je natuurlijk nog... De rechtszaak tussen jou en Jorik is nog gaande. Als je daar nu naar kijkt, hè, na een heel jaar... die aangifte is toen gedaan. Er is zoveel gezegd, gedaan, geroepen. Als je diep in je hart kijkt, wat hoop je dat er nu gaat gebeuren... met deze situatie? Ook daar denk ik vaak over na. Helemaal omdat Jorik weer nu in ons leven... Als papa van Leo is gekomen. Dus dat traject gaan we nu in. En daar ben ik, sta ik 100% achter. Ik ben daar mee bezig, net zoals hij dat is. Dus ik stimuleer dat alleen maar. Alleen ja, dat is weer als ik krijg je zo'n kwestie van... Hey, ja, we hebben dus contact, of er wordt gesproken over Leo. Maar ondertussen loopt dus inderdaad die rechtszaak nog. Dus dat is een beetje maf, een beetje gek. Maar dat is nu even zoals het is. Wat ik hoop voor mij, maar voornamelijk voor Leo... is dat uiteindelijk alles goed komt. Dan hebben we gewoon een hele nare tijd achter de rug gehad... waar we gewoon heel sterk... en goed zijn uitgekomen. En dan kijken we gewoon naar de toekomst. En dat Leo gewoon een hele leuke, lieve papa heeft. Waar hij goed contact mee heeft. En dat Jorik en ik in ieder geval met respect in de toekomst... met elkaar om kunnen gaan als ouders van Leo. Want ja, dat zijn we voorlopig en dat zullen we altijd blijven. En ik denk totdat hij jaartje 16 of 18 is... Zullen we het misschien daar nog wel over hebben samen. Ja. Is er dan een kans dat je, of ik weet niet of je er uitspraak over kan doen... is er op een gegeven moment een kans dat je dit wil laten gaan, deze zaak? Dat je denkt, voor mij is nu het belang... Wat vind je, hoe sta je daarin? Nou ja, ik wil eigenlijk... Ik zou het heel fijn vinden als dit interview dat wij nu hebben gehad... dat het gewoon nu klaar is, weet je wel. Dat ik me niet meer hoef te verdedigen. Dat mensen nu kunnen weten, oké, ze heeft gedaan waarom ze dit heeft gedaan... Omdat die rechtszaak gewoon nog speelt, blijf ik daar natuurlijk nog wel een beetje met z'n allen in hangen. Maar ja, daar moeten we even doorheen. Dat is gewoon wat het is. En ik laat het ook verder helemaal bij het OM. Ik heb er ook verder geen inspraak op. Ik ben daar niet meer aan het trekken of aan het duwen. Dat ligt gewoon daar. Ik wacht dat rustig af. En dan zullen we verder zien wat eruit komt. Ik denk dat ik vooralsnog de juiste heb gemaakt om niet de aanklacht in te trekken. En dat staat gewoon puur voor gerechtigheid. Anders zou het überhaupt ook niet zijn. Nee. En laten we inderdaad wel... Ik denk niet dat het laatste woord erover is gezegd. Dat zou echt te mooi zijn om waar te zijn. Maar ik wil ook graag door. Ja, zeker. Vanuit beide is er de intentie om uiteindelijk gewoon een goede vader en moeder te kunnen zijn voor Leo. Absoluut. Ja, dat weet ik zeker. Ja. Ja. Tussen jullie is geen contact voor de, hè? Nee. Nee.
Nee. Hoe zie je voor jezelf, we hebben een hele hoop besproken vandaag, hoe zie je voor jezelf nu de toekomst? Ja, ik wil mijn leven verder oppakken op Ibiza. Ik zit daar gewoon heel fijn. Ik wil dat het met Leo alleen maar goed en beter gaat. Ik wil hem gewoon ook een fijne jeugd geven. En ik denk op Ibiza dat het heel goed kan. Dat het een mooie plek is. Veel buiten, natuur. Een andere manier van opgroeien, denk ik, dan hier in de binnenstad. Tot op zekere leeftijd. En het werk gaat verder goed. Ik heb lieve vrienden om me heen. Het gaat goed. En ik heb ook dagen dat ik even niet oké ben. Maar dat is ook oké. Ja. That's life. Het wordt een beetje donkerder. Maar ik wil graag eigenlijk met één vraag afsluiten. En dat is, denk ik, een hele belangrijke. Wat wil je vrouwen die in een soortgelijke situatie als jou zitten of hebben gezeten, wat wil je ze meegeven vanuit je eigen ervaring nu? Dat het heel belangrijk is en oké is om je mond open te trekken. En ik snap dat het heel moeilijk is en voor je op dat punt bent, zijn er misschien honderden keren, misschien duizenden keren geweest dat je hebt getwijfeld of je dat wel of niet moet doen. Maar als je er niks aan doet, verandert dus ook niks. Als je altijd hetzelfde blijft doen als wat je hebt gedaan, dan wordt het niet anders. En dat is een gegeven feit. En laat je vooral ook niet ontmoedigen door bijvoorbeeld de situatie waarin ik nu zit. Hè, dat je de backlash die nu inderdaad plaatsvindt. Dat mensen in één keer gaan oordelen over mijn deze situatie. Dat andere vrouwen in een soortgelijke situatie denken, ik hou mijn mond maar. Want ik wil die bak ellende niet over me heen. Alsjeblieft. Ja, ga ik het toch even zeggen. Dikke scheid aan hebben. Weet je, de enige die voor jezelf op kan komen, ben uiteindelijk jij. En gun jezelf dat alsjeblieft. Of het nou is om ergens uit te komen, of het nou is om gerechtvaardigheid te hebben, of wat het ook is, doe dat, want dat ben je jezelf gewoon waard. En ik denk uiteindelijk iedereen, man, vrouw, jong, oud, dat voor jezelf opkomen, dat is het beste gevoel wat er is. Want als je dat niet doet, ja, waar sta je dan eigenlijk voor? Weet je, voor je principes. En natuurlijk heb ik het ook niet te maken met iedereen die meteen van het daken moet gaan schreeuwen van, nee, want het blijven allemaal hele persoonlijke en gevoelige kwesties. Dus iedereen doet het op zijn manier. Alleen ik wil wel echt meegeven aan iedereen die wat hierover te zeggen heeft. Voel je vooral niet klein doordat je je mond moet houden. Want je hoeft je mond namelijk niet te houden. Echt niet. Ik zag toevallig gisteren een bericht over Amber Rose. En ik vond het een heel toepasselijk bericht eigenlijk op wat er nu afspeelt. Zij heeft blijkbaar ook in een situatie gezeten met domestic violence. En dat zij haar mond altijd heeft gehouden, omdat ze anders als hater zou worden gezien, een leugenaar, misgunner. Omdat het internet een perceptie heeft over vrouwen in zo'n positie. Dus hoeveel vrouwen er eigenlijk jarenlang hun mond houden, omdat ze bang zijn voor de reactie van anderen, die dat dus omdraaien dat jij de boosdoener bent. En daar moeten we gewoon echt vanaf. En het zou mooi zijn dat helemaal grotere kanalen of media dat beseft en aanmoedigt. Om die mensen in ieder geval wel bij te staan, in plaats van nog meer te beangstigen dat ze niet voor hunzelf kunnen opkomen of uit zo'n situatie te kunnen komen. Mooi. Mooi. Ik wil, ik weet niet, zijn er nog dingen, nu zitten we hier nog, zijn er nog dingen die ik niet aan je heb gevraagd, die je wel had willen vertellen? Zijn er dingen die we gemist hebben? Is er iets? Nee, ik denk wel dat ik het een heel mooi, mooi. Ik heb voor mijn gevoel nu wel echt alles gezegd. Dit was het ook. Dit was gewoon mijn verhaal, mijn gesprek om even duidelijkheid te creëren. En even alle onwaarheden even weg te halen. En nogmaals, dat mensen er niet mee eens zullen zijn hoe ik dingen heb aangepakt, dat snap ik. En dat is ook oké. Maar ik sta wel achter mijn keuze en ik heb in ieder geval nu kunnen uitleggen waarom ik die keuze heb gemaakt. En ik hoop ook dat mensen, dan ga ik het gewoon weer zeggen, wat liever zijn voor elkaar. Want echt al die haat en negativiteit naar elkaar, stop met dat pesten de hele tijd. Niemand wordt daar leuker van, beter. Het is gewoon naar. Weet je, we kunnen beter elkaar steunen
dan elkaar afvallen. En helemaal vrouwen onderling. Mooi. Ik wil jou echt heel erg bedanken voor je openheid. En nou, ik wil jou ook bedanken eigenlijk dat ik mijn verhaal mocht doen. Ja. Nou ja, heel graag, met alle liefde. En ik wens je heel veel succes, maar volgens mij komt dat goed, want je straalt. Volgens mij gebeuren er heel veel mooie dingen op elk vlak in je leven momenteel ook. Dus ik wens je al het moois toe. Dankjewel, lieverd.